Oké, dit is deel 5 van onze voetbalgame in GameMaker 1.4. Wat hebben we? We hebben een poppetje dat kan lopen en dat kan dribbelen met de bal, tenminste naar rechts. Maar als we van links rechts naar links gaan, dan gaat die bal ook naar rechts. Dus laten we eerst even wat mogelijkheden voor die bal kijken, dat we hem ook naar links kunnen spelen enzovoort. Ja? We gaan naar de code van de bal. De logica was, als de speler de bal raakt, dan willen we dat er iets met de bal gebeurt. En daarom zit ik in de code van de bal. Die speler, die komen we nu even niet aan. Dit is de code van de bal. Ik zal even inzoomen. Daar zien we dus als de bal, we zitten in de code van de bal, dus als de bal in contact komt met de speler, wat betreft zijn x- en y-coördinaat, dan krijgt hij een richting naar rechts. Ja, we gaan een aantal dingen bekijken. Dit moeten we eigenlijk uitzetten. Hij moet niet altijd naar rechts gaan. Of we moeten zeggen van ja, dat is goed, maar dan ook alleen als die speler en als dus en, hè, dat doen we twee keer en zo, moet nog iets waar zijn. Dus er moet hij moet ontmoeting hebben met de speler. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen van de keyboard, die hebben we eerder gebruikt, deze functie, check, die moet dus dan naar rechts. Oftewel, we moeten onze pijltje naar rechts, VK, right, oh, goed schrijven, zo, moet ook ingeduwd zijn. Ik ben groot maken. Ja, dus. Zo zouden we dat kunnen doen. Ja, niks op tegen. Ja? Dus als die met contact de bal in contact komt met de speler. En als ik ondertussen de rechter pijltjestoets heb ingeklikt. Dan zeg ik ja, oké. Dan mag die bal. Die mag een snelheid krijgen van 8. Dan gaat hij eventjes iets verder van de bal af. Maar dus ook alleen. Als het waar is. En dan krijgen we wel een soort dribbel. En dan kan je ook zeggen, ja, dan kunnen we dit dus weer. Ctrl copy. Dan gaan we dit kopiëren. 1, 2, 4. Want we hebben vier richtingen waarin we willen bewegen. Dus als je zegt van ja, maar als die dan vanuit de linkerkant komt, dat betekent dus dat ik de linker ding heb ingeduwd, dan gaat die naar links de bal. Ja? En hij zegt van nou, als die naar boven gaat, zo, en dan gaat hij dus betreft het dus de y-coördinaat. En dan die y gaat naar boven, dat betekent dat we er wat afhalen, in dit geval 8. En dan gaan we ook nog een keer down doen, zo. En dan zeggen we dat de y-coördinaat komt plus bij op. Nou, ik ben benieuwd wat het resultaat hiervan is. Oké, daar zijn we weer. Nou, we kunnen lopen en we kunnen dribbelen. Lopen we naar rechts? Ja, hij neemt die bal mee. Goed zo. Hij loopt er niet doorheen. Ik zeg, we gaan eromheen en dan gaan we van links rechts naar links. Hoppakee. En dan neemt hij naar rechts mee. En dan gaan we van boven naar beneden. Hoppakee, dat doet hij niet. Hij ziet dat hij verspringt. En deze kant doet hij het weer wel. Dat is eventjes een apart, hè? Dus we hebben één probleem. Dat is van boven naar beneden. Kijk, dan maakt hij een sprongetje. Terwijl hij die prima doet. Die prima doet. En dan kan hij dus niet omheen. Hij kan niet door die bal heen. En die doet hij ook goed. En maar terwijl die doet hij niet goed. En soms dan schiet hij naar beneden. En die doet hij weer wel goed. En soms dan schiet hij omhoog. Dit is wel heel erg bijzonder, toch? Gaan we kijken of we daar nog wat aan kunnen doen. Nou, hier is dus onze code. En nou, duidelijk wat er fout gaat. Kijk, ik heb hier de. Het moet natuurlijk een ei zijn, dit. Ja? Oké, opgelost. Klaar. En nu doet hij het. En nu kan hij echt in vier richtingen dribbelen met de bal. En mijn voorstel is eigenlijk om deze video nu af te sluiten, om het lekker kort te houden. Zorg eerst dat je zelf kunt dribbelen met de bal. En dan ga ik bezig met deel 6. Dit was deel 5. Tot straks.